lieve welkom volgers. Bij welkom bij onze nieuwe vlog. Ja. Nou, wij hebben vakantie. Bijna vier weken. Bijna 4 weken. 3,5 week vakantie. Echt heerlijk. De eerste dag is begonnen. We zijn onderweg. Ja, ja. We zijn even gestopt bij een benzinestation, want wij hebben een elektrische fiets mee. Oh, dat weten ze nog helemaal niet. Nee, dat hebben ze nog niet gezien. Nee, nou, die laten we zo even zien. En ja, we hebben een tijdje geharnest om dat ding op de drager te krijgen. En jullie zien zo wel waarom dat is. Maar we twijfelen toch of dat ding nu goed staat. Dus we gaan even een kijkje nemen buiten. Ja, en we gaan hem eventjes controleren en dan gaan we gelijk even een broodje eten, ja, toch? Ja, want ik rammel. Ja. Nou, daar is hij. Onze fiets. Ja. Nou ja, hij staat nog als een huis. Ja, maar dus dat komt ook door deze spanbandjes, want ja, die heb jij gekocht. Die heb ik vanmorgen nog even snel bij de Hugo kunnen kopen. Nee, geen spanbandjes. Nou, een spin. Spinnen, ja. Of zoiets, zoiets, weet ik niet. Nou, dus, maar we gaan hem demonstreren als we op de camping zijn natuurlijk. Ja. Wat herrie hier. Mega veel herrie. En je kunt er met z'n tweetjes op. Elektrische fiets lijkt op een brommer, maar jullie gaan het allemaal zien, allemaal meemaken. Dit wordt geweldig. Nou, wij zijn er bijna. Nog 2 minuutjes rijden. Ik draai even de camera om, zodat jullie ook kunnen zien hoe de ingang van de camping en zo is. We zijn er bijna toch? Ja. Nou, 1,6 kilometer. 1,6 kilometer. Hebben wij al verteld waar we naartoe gaan? Volgens mij niet. Nee. Oké, wij gaan naar het Scharveld. En het Scharveld ligt in de Achterhoek. Ja, Huurlo. Ruurlo? Nee, Huur. Wacht even, ik ga even kijken. Iets met Lo. Borculo. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, joh. Nee, het is iets met een H. Haarlo. Het was geen Huurlo. Haarlo. Okay. Ja, 1-0. Maar er komt de vrachtwagen aan. De wegen zijn hier niet heel, heel breed. En er staan bomen aan de zijkant, dus je kan niet veel kanten op. Nog 1 minuut. Ja. Het is trouwens een natuurkampeerterrein. Ja. Wij zijn nog niet in het bezit van het groene boekje dit seizoen, dus dat moeten wij nu eventjes gaan kopen. Daar. Oh ja. Denk ik. Ja. Even kijken, we moeten hier links. Het Scharveld. Ja. Het is dicht bij Winterswijk, of niet? Bij Obelink. Ja. Oh, we zijn er al. Of niet? Ja. Oh, het is bij een huis. Waar is de ingang dan? Is dit de... Ja. Ja. Ja, want dit heb ik op de foto's gezien. Oh, wat leuk. Oh, wat kneuterig. Wat doet zij, joh? Nou, we hebben onze plek gevonden. Het is gereserveerd voor Ali en Nelly. Hoppa, dat bedoel ik. We staan op nummer 22. Nou, we zijn net gearriveerd. En dit is ons plekje. En dan is dit het uitzicht. Wij hebben iets nieuws. En dat is dit. Er zit zoveel speling op, hè? Ja, het is nog even uitvogelen. Kijk, ik denk... Maar ik vraag me ook serieus af of dit nodig is op een camping, hoor. Wil jij deze even vasthouden? Deze? Ja, we moeten hem toch af en toe even pakken en proberen. Ik denk ook niet dat het nodig is op een camping. Maar we moeten er een beetje handig in worden. En dat zijn we nog niet, zoals jullie zien. Maar we kregen heel vaak de reactie
of alleen dat Disselslot wel voldoende was voor de verzekering. En dat weten we eigenlijk helemaal niet. Nooit in verdiept. Ik dacht, dat is voldoende. Maar dus toen hebben wij zo'n ding erbij gekocht. Maar het is super onhandig en ook nogal zwaar. Maar ja. Misschien moeten we het gewoon vaak even proberen. En dan krijgen we er misschien wel handigheid in. Ik weet het ook niet. Oh ja. Wat ook misschien wel even leuk is om te zeggen tegen jullie. Wij hebben weer wat nieuwe producten gekregen van Rebel. Ik weet eigenlijk niet of ik alles kan laten zien, want ik weet niet waar alles is. Maar het komt gaanderweg. Deze vakantie komt wel tevoorschijn. Maar ik zie nu die tas staan. En deze wil ik jullie wel even laten zien. Dit is een nieuwe rugtas van Rebel. En hij is waterdicht. Het is een beetje een soort zeilachtig. En luchtdicht. Water en lucht. Lucht? Ja. Kijk, dit is een luchtknopje. Oh ja. Nou ja, en hij is natuurlijk super stoer. Het is een blauwe. En, dit is ideaal voor als je gaat wandelen natuurlijk. Ja, hij is echt super. We hebben er nu eventjes de laptopspullen en de opladers en zo ingestopt. Dat we hierheen zijn gereden. Maar het is echt een tas voor buiten. Ja. Hij kan nat worden. Nou ja, we zijn er super blij mee. En er kan mega veel in. Kijk, ja, even. Hij kan ook nog groot. Want ik heb hem nu opgerold. Uitrollen. Er zitten vakjes in. Ideaal. Ja, super. En we hebben nog een tafelkleed gekregen. Oh ja, en deze. Wacht even, ja. Nog even over die tas. Oh ja. Dit is zacht. Dus dit, oh, dat, is, wel dat is lekker voor op je rug. Ja. Ja. Nou, super blij mee. Kijk, je hoort hem nu leeglopen. Dan heb je niet zo'n grote tas op je rug. Inderdaad. Ja, top. Gekregen van Rebel. En dan hebben we nog deze gekregen. Die is ook heel fijn. Want dit is een picknickkleed. En die gaan wij natuurlijk mega veel gebruiken. Kijk, hier is het logootje van Rebel. Zie je hem? Maar super blij mee. Deze gaat natuurlijk mee met picknicken. En weet je wat nou zo fijn is aan dit kleed? Is dat de achterkant is, hoe noem je dit? Ook een soort parachutestofachtig. Dus als het gras een beetje nat is of zoiets, dan blijft je kleed gewoon, je picknickkleedje, blijft gewoon heerlijk droog. Dus dat is ideaal voor strand, voor alles. Dus die gaan we ook natuurlijk heel veel gebruiken, want wij houden van picknicken. Maar we hebben ook nog een tafelkleed, maar ik weet zo even niet waar die is. Maar die komt wel tevoorschijn. Want het staat hier nog een beetje vol met tassen en rommel. Maar die laat ik jullie zien. Wij hebben ook een nieuwe waterkoker. Ja, gekregen van mijn moeder. Ali is jarig geweest en die heeft een nieuwe waterkoker. En deze kan wel van het plateautje af. Ja, en ik ben benieuwd of deze iets sneller gaat, want dit is 800 watt. Ja. En die andere was 500 watt, dus deze wordt waarschijnlijk veel sneller warm. Ja. Het gaat ook niet zo snel als thuis natuurlijk, maar wel sneller als die andere. Die andere duurt echt een eeuwigheid. Ja. Wij zaten net eventjes koffie te drinken en toen kwamen er twee mensen naar ons toe. En die staan achter ons, kwamen we dus net achter. En die hebben een tap 400, superleuk. Die hebben ze net. Ja, die staan gewoon hier achter ons. Ja, ik loop er wel even naartoe. Ja. Maar is toch altijd leuk als je mensen tegenkomt met een tap. Want het verbindt op een of andere manier. Ja. Toch met elkaar. We zijn één grote tap family. Een tap family. Tap family. Ja. Dus superleuk. Ik ga het jullie even laten zien. Wij staan dus hier. En dan draai ik eventjes de camera hier naartoe. En zij staan dus achter ons met een tap 400. Nou, dit is toch zo toevallig, zo leuk. Maar ze gaan verplaatsen, vertelden ze net. Want er komen andere mensen op dat plekje staan. Dus ze komen nog dichterbij te staan. En dan gaan ze volgens mij daar, achter die caravan, zijn ook nog plekjes. En dus dan zien we elkaar ook nog. Nou, zo leuk. Nou, wij gaan eventjes naar de winkel. Even eten kopen. En dat gaan wij op de fiets doen.
Normaal gesproken zouden wij dat met de auto doen. En daarom hebben we die fiets dus ook wel aangeschaft. Het is een elektrische, dus dat gaat supersnel natuurlijk. Zodat we dus wat meer gaan fietsen en wat minder de auto gaan gebruiken. Dat was ook wel een beetje de insteek van de aanschaf. De fiets is trouwens van Knaap. Ik weet niet of jullie dat merk kennen. Het is volgens mij een vrij nieuw merk. Komt uit Nederland. Komt uit Nederland, Amsterdam. Knaap Bikes. Wij hebben er in onze eigen woonplaats al best veel op gefietst. En hij gaat... Komen er niet vanaf. Komen er niet vanaf, inderdaad. Hij gaat 25 km per uur. En hij rijdt heerlijk. Er zitten lekkere brede banden onder. Dus je kunt ook gewoon lekker door het bos, over het strand. Ideaal. Ja, zeker. Ja. En er zit best wel een beste accu in. Hij is ook heel zwaar, vind ik. Ja. En je kunt hier, volgens de boekjes, hebben wij nog niet gedaan, 140 kilometer mee rijden, mee fietsen. Nee, wij zitten er natuurlijk vaak met z'n tweetjes op, dus 140 met z'n tweeën, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Nee, dat 140 is met meewind en... Ja, volgens mij is dat berekend op één persoon van 45 kilo, windstil, gewoon lekker geen vlak. Geen kleren aan. naakt op de fiets. Benen geschoren, dat soort dingen. En wat heb je, wat moet je nog meer? Bukken. Meewind. Ja. Bukken. Nou ja, dan zou je er dus 140 mee kunnen rijden. Maar dat gaat ons nooit lukken. Nee, dat lukt nooit. Nou, oké. Waar is die groene rugtas? Mevrouw Schenk. Dat weet ik niet. Oh, die ligt in de auto. Dat vind ik trouwens wel altijd een nadeel van natuurkampeertrein. Ja. Ik vind het hartstikke leuk, hartstikke mooi in de natuur, maar dat je je auto niet bij je caravan mag, dat kan ik niet erg aan wennen. Dat vind ik ook moeilijk. Want dat komt natuurlijk ook omdat wij een beetje een kleine caravan hebben. En ja, wij hebben toch ook altijd een beetje een opslag in die auto. Ja. Maar ja, hè? Moeten we toch maar zo'n schuurtje? Door jullie reacties zijn wij er eindelijk achter waar die schuurtjes voor zijn. Ja. Voor rommel en fietsen. Rommel en fietsen. We gaan even wat spullen naar de auto brengen. En dan gaan we naar Borculo, Borselo. Weet jij al hoe je dit uitspreekt? Haarlo. Nee, Borculo. Borculo? Ja, dat is iets groter. Oh. Het is een iets grotere plek. Laat. Nou, even deze bende hier. Zo. Hoppakee. En dan nemen we even deze mee, toch? Ja. Dan kan deze erin. We hebben trouwens nog iets nieuws gekocht. Ja, we zeggen net tegen elkaar, we hebben best wel veel nieuwe spullen. Ja. Maar wij hebben dus ook een GoPro. Oh ja. Wacht even, want ik weet totaal nog niet hoe dit werkt. Ja, we moeten nog even uitvogelen hoe het werkt. Ja, maar hier gaan wij dus hopelijk heel veel mooie beelden mee schieten. En deze hebben we eigenlijk ook aangeschaft om gewoon jullie nog meer mee te kunnen nemen. En iets breder beeld. En een iets breder beeld inderdaad. Maar ook gewoon tijdens het fietsen dat we gewoon met actie, als wij in actie zijn, dat we dat ook kunnen filmen. Wat hartstikke leuk. Maar het is ook gewoon heel klein. Ja. Kijk even, je kan hem gewoon zo in je broekzak. Maar ik hoorde net al heel veel tuutjes. Ja, ik dacht dat het die fiets was, maar dat was dit ding. Die stond aan. Dus wij hebben een kwartiertje een broekzak. Een opname gefilmd van broekzak. Ali bevestigt nog even die telefoon op de fiets. En nou ja, dit is dus de ingang van de camping. Hier kom je erop. Hier is een woning. En dan heb je hier de receptie. En hier staan hele gezellige kipjes. En daar is hout. Wat is dit? Voor, ik denk voor die kacheltjes. Bij natuurkampeerterrein kan je natuurlijk altijd kacheltjes huren. En hier zijn dus kippetjes. Misschien kan je wel verse eieren hier kopen. Ik heb geen idee. Kijk, en dan is dit.
Ik neem jullie even mee. Dan is dit de receptie. Hier kan je zitje. En hier kan je een iets van drinken kopen. En een ijsje. Wat ik begreep, dat heb ik ergens gelezen, is het eigenlijk ook een beetje zelfbediening. Dus als er niemand is, dan moet je dat volgens mij opschrijven of zo in een boekje. Oh, dit is ook wel leuk. Een boekje over de Achterhoek. Oh ja, zie je? Ik wist het. Wij verkopen verse scharreleieren. Hartstikke leuk. Nou, oh ja, hier. Zelfbediening in de koelkast. Dat had ik gelezen, ja. Kan je hier allemaal kopen. Moet je dus allemaal lekker zelf doen. Dat is helemaal top. Oh, ze hebben ook verse broodjes. Nou, wat wil je nog meer? Achterhoeks weerbericht. Nou, het touw is dreugen. Dan... zunnen. Dan is er zunnen. Hey, zo spreken naad... wij het ook uit. In zunnen. Ons dialect. Ja, zunnen. Zunnen. De zunnen. Dus ja. Hetzelfde. Regen. Ja. Ja, zo spreken wij het uit. Maar ik weet niet of je dat ook touw nat. Nou, het is niet nat natuurlijk. Slingert, wind. Het vriest. Het touw stief. Nou, dan is het stief. Dit is wel grappig. Heel leuk. Wat zou dit zijn nou? Een vod? En stoelen? Geen idee. Touw, vod. Geen idee. Geen idee. De Milieustraat. Nou, toppie. Oh, je hebt schelters. Oh, ze sparen hier ook blikjes. Nou, kacheltjes. Staan daar. We hebben hier een sanitair gebouw. Oké, afwassen. Doe maar even een toiletcheck. Is dat hier? Ja. Oh. Oh ja. Nou, de wc. Oh, het is hier mega schoon. Ja? Het is hier denk ik net schoon gemaakt. Het stond ook in de reviews dat het erg schoon was. Oké. Okay. Nou ja, dit is voor af te wassen, ik weet niet. Een douche. Hebben we weer onbeperkt warm water? Ja. Echt? Volgens mij wel. Nou. Nou, dat weet ik niet. Nou, dat hoop ik. Nou, want Aal zou eigenlijk haar haar eraf knippen. Oh ja. Maar dat is nog niet gebeurd. Nee, nou. Dat want dan kan ze wat minder lang douchen. Ze heeft heel dik haar. Dat zie je misschien zo niet, maar dat is nou, wel zo. Nou, maar sowieso moet er een stuk af. Ja. Borculo of Borculo, ik weet niet eens hoe je het uitspreekt. Nou, vanaf nu is het Borculo, ja. Borculo, klaar. We gaan even lopend hier naar die molen toe. Dat gaan we jullie even laten zien. Want daar kwamen we net langs fietsen, maar dit is dus een voetpad. Dus we moeten hier even afstappen. Ik zie een supergezellig terrasje met priklichtjes. Kijk, daar. Ja, mega leuk. Kijk, wat gezellig. Dit is echt top. Hier kunnen we wel een keer eten. Huh? Ja, dit ziet er erg leuk uit. Mega leuk. Ja. Ja, heel leuk. Geen idee. Nou, daar is dan zo'n rat. Je zal hier toch maar wonen. Kijk dan. Gezellig, hè? Ja, en dan heb je zo de gansjes voor de deur. Nou.
Nou, die camera lijkt net op de hartbewaking zijn. Ja, we moeten nog even een beetje wennen aan die GoPro. Hier links, hè? Oh nee, toch niet. Eén verder. Eén verder, ja. Kijk, dan krijgen jullie gelijk een tour over de camping. Oh ja, dat is grappig. Nou, hier, wow. Hier ga je in. Hier, ja. Zo leuk. Nou, zoals jullie zien eten wij dus salade met gebakken aardappels en een schnitzeltje. Heel simpel, maar wel lekker. En een beetje snel, dus dat is wel fijn. Wij gaan even afwassen. Kijk uit. Waarvoor? Oh, pak hem. Ga je om je heen meppen. Hi. Oh, wat leuk. Wat? Een busje. Een Volkswagen busje. Oh ja, ik pak zo meteen even mijn vest uit de auto, want het is nu best fris. In de schaduw. En wij hebben net onze accu voor het eerst opgeladen in de caravan. En wij dachten van, kan dat überhaupt wel, een accu opladen? Het is best wel een zware accu. En wij hebben 6 ampère, dus wij dachten, slaan de stoppen dan niet door hier. Maar het is vooralsnog goed gegaan. Dus dat is weer een zorg minder. Wat staat hier? Morgen, donderdag, sluiten we tijdelijk rond 10 uur het herensanitair voor schoonmaakwerkzaamheden. Oh, oké. Okay. Heb je hier al eens gedoucht? Nee. Oh. Wat? Vroeg maar, heb je muntjes of iets nodig? Of nee, volgens mij niet. Oh. Okay. Dat heb je ook nog wel eens op campings, hè? Dat je dan met 50 cent muntjes. Nee. Oh, u bent ook voor de eerste. Ja. Oh. Oh, wat is die smerig geworden. Ik vind het wel een beetje donker, dat kleed. Die jas, wat is het? Ik vind het op iets anders lijken. Ja, lijkt een beetje leguber. Ik ga me niet op dat. Op zich staat hij er wel helemaal onder. Nou, hier niet. Ja, ja, oké, okay. Een beetje. Maar ik had aan het merk gevraagd, aan dit merk. Missen wij niets? Want... er zit geen elastiek aan de onderkant. Je kan niet met een... dingetje, een loodje en weet ik veel. Dat is er allemaal niet. Dus je kan hem niet echt vastzetten. Ik dacht, als een harde wind komt, ben je dat ding kwijt. Nou ja. Deze beschermhoes is ook echt voor als het gaat regenen. Maar nu is het in principe niet nodig, want het is gewoon droog weer. Het is super warm. Ja, maar stel dat de condens, gaat dan dat niet in dat zadel? Want het is nee, een beetje een gaatjeszadel. Nee, oh. Het zadel is gewoon voor alle weersomstandigheden gemaakt.
Maar ik vind het een gekke zak. Maar ik vind het niet erg gezellig staan. En als ik hier langs zou wandelen, zou ik denken... Zou eronder staan? Het zit eronder. Je wekt eigenlijk nog meer interesse, nieuwsgierigheid in wat eronder staat. En dat moet juist niet. Oh. Nou, okay. Want natuurlijk ben ik ook wel eens bang dat dat ding gestolen wordt. Nou, wat heb je aan een fiets zonder accu? Heb je nou aan een fiets zonder accu? Nee, ik alleen nog de accu aan. We hebben een verzekering op die fiets. Er wordt nog een ding in gebouwd. Voor dat we kunnen zien waar hij is. Dus, ja. Je hebt een benauwd leven als je denkt dat alles maar gejat kan worden met zijn huwelijk. Dat kan natuurlijk wel. Het kan wel. Ik zou wel balen als hij gejat wordt. Tuurlijk, dan hebben wij geen fiets meer. Hij is goed verzekerd. Jawel, maar je krijgt binnen 48 uur een nieuwe fiets. Echt? Ja. Oh. Ja, dat is 2 dagen. 2 dagen geen fiets. Oké. Okay. Valt mee, toch? Oh, dat is wel top. Ja. En straks een GPS-ding erin. Nou. Ja, heb je dat verteld? Dat het GPS-ding erin gebouwd wordt? Ja. Bij de ANWB. Bij de ANWB. Track and trace. Track and trace erin. Of GPS, weet ik. Track and trace. Wat is het verschil? Niks. Nou, ik ga douchen. Zo, het is tijd om naar bed te gaan. Het is best laat geworden. Ik zal eventjes kijken hoe laat het is. Oh ja. Ja. Wij bedanken jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. En wij zien jullie weer in de volgende vlog. Doei doei! Doei doei!